We zijn hier op de Uithof voor een bezoek aan Patrick en Sebastiaan. En zij hebben het winnend idee voor de LBS Challenge ingestuurd. Grip op je studie. Laten we naar binnen gaan. Jullie hebben het winnend idee voor de Battle of Concepts ingestuurd. Grip op je studie. Kunnen jullie kort toelichten hoe dat idee eruit ziet? Studenten die hebben veel te doen. Tijd is een kostbaar goed en voor sommige studenten is het lastig om hun tijd te managen. Dus wat onze app doet is, onze app geeft de student inzicht in hoe hij of zij de studietijd besteedt. Dus in de colleges, in de bibliotheek, zelfstudie. En op basis van die informatie de student dus het inzicht geeft. Maar ook advies kan geven om bijvoorbeeld een tandje bij te zetten. Of juist de geruststelling te geven van je zit mooi op schema. En andersoortige tips die het indelen van studietijd gemakkelijker maken. Kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie op het idee gekomen zijn? Hoe het proces daar naartoe gegaan is? Ja, op een of andere manier ben ik in contact gekomen met de website Battle of Concept. Daar zag ik jullie oproep staan. Om iets te doen met location-based services. Ik vond het sowieso leuk omdat het vanuit Surf was, omdat het ook direct met ons werk te maken heeft. Dus wat ik heb gedaan is toen volgens twee collega's opgetrommeld en nog wat mensen bij geschakeld. En daar zijn we gewoon gaan brainstormen over het idee. En na een aantal sessies, ik denk een keer of twee, drie, zeg maar, dat we een uurtje bij elkaar hebben gezeten, kwamen we eigenlijk op dit idee. Dat was dan eindelijk een bezoek aan de winnaar van de Battle of Concepts. Een super gaaf idee en nu gaan we kijken wat we in praktijk gaan brengen. Ja, echt leuk om hun enthousiaste verhalen te horen. Duidelijk dat zij er graag mee verder willen en kijken wat wij voor ze kunnen betekenen.